Wat eten we vandaag? Vegetarische rendang met verse korianderpita's en radijssalade. Awesome. Hele mond vol. Het is een hele mond vol, maar ik ga het je laten zien dat het best overzichtelijk is. En pita's zelf maken. Peanuts! Let's go! Vegetarische rendang met korianderpita's. Ja, en radijssalade. Het klinkt nogmaals zo moeilijk, maar dat is het niet. Wat heb je nodig voor die pita's? Bloem, gedroogd gist, water. In mijn geval omdat ik hem korianderpita's noem. Korianderpoeder en een beetje zout. That's it. Voor de zuur, de radijssalade. Radijs, ui, suiker, azijn. En voor die vegetarische rendang, oesterswammen, witkont, ui, beetje bouillon, boter, bloem. Rendangpasta. Ik ga beginnen met het deeg. Het zetten van het deeg. We pakken water. En eventjes, dit is lauw water. Dat activeert het gist sneller. Eventjes gewoon mengen. Bloem. Het enige wat ik er nu nog niet in doe is zout. Dat doe ik straks wel. Maar als je dat nu doet, kan het dat gist een beetje gaan vechten. Oké, gist. In de bloem. Ik heb een kuiltje gemaakt. Ga ik dat een beetje zo mengen. Dit is nu een kwestie van echt meten is weten. Want het is een deeg, hè. Deeg ga ik nooit meer knoeien. Kijk, nu heb ik het aan één hand heb ik een beetje schoongehouden. Dan kan je, weet je, als mijn broer belt, kan ik even opnemen. Ja, snap ik. Snap je? Als Marcel nu belt, zeg ik... Hey, Hugo hier. Wat ben je aan het doen? Midden in de uitzending, maar ik heb wel een schone hand. Nu word jij zelden gebeld. Nou, mijn broer belt mij wel eens. Die belde straks nog. Kan het bewijzen, anders bel ik hem daar terug en laat ik hem langskomen. Kan je broer een beetje koken? Mijn broer kan niet per se heel goed koken. Maar ik vind het wel leuk, want hij doet wel steeds vaker wel toch koken. Dus laatst belde hij mij nog en dan had hij een zakendiner. Maar hij moest koken en dan zegt hij, hey, joh, heb je nog vet recept, want ik moet even aan de bak. Oké, nu mag je uit de kom. En nu gaan we echt stevig kneden. Zou het kunnen dat je zo voorzichtig bent over je broer omdat hij hier is? Ja, misschien wel. Mijn broer zit erachter, dames en heren. Kijk maar even om. Daar zit hij. Kook je wel eens vaak voor al je broers? Ik was wel al de kok vroeger. Alleen ik ben op mijn 12e naar de kokschool gegaan. Toen ik eenmaal wat beter kon koken, toen woonde ik al niet meer in Veldhoven. En daarna ben ik snel naar Tilburg verhuisd en van Tilburg naar Amsterdam. Dus dat dagelijks thuis koken, ik hield mijn moeder wel altijd af van de jongs af aan, maar echt dat ik het overnam, dat doe ik nu alleen af en toe met dinertjes en dingetjes. De deeg heeft zijn elasticiteit, begint hij te krijgen. Nu mag je er een beetje zout erin doen. Gewoon een snufje zo, hotskey, grammetje of 10. Voor het hele recept, kijk gewoon even op 24kitchen.nl. Dat meng je nog even goed door. Het is stevig deegje. Nee, dat moet. Oké. Okay. Dat is echt. Maar dadelijk wordt het soepeler, hè, door het gist. En dit laten we even een uurtje rijzen. In de kom. Pak je een doekie. Even een beetje vochtig maken, dat helpt. En dan zet je het een beetje op een warme plek. Ik zet hem nu gewoon hieronder. Heb je wel eens dat je ze allemaal uitnodigt van kom eens lekker bij me eten? Binnenkort met de housewarming sowieso. En er is een traditie wat heel mooi is. We hebben een kersttraditie met mijn vader. Ja. En het leuke is de ongeschreven traditie dan weer. Is dat mijn vader zegt, nee Hug, je hoeft echt niet te koken. Het hele jaar al is je werk, ik ga koken. Totdat er op een gegeven moment een beetje zo'n bezweet hoofd uit die keuken komt. Hug, één dingetje. Eén dingetje. En dan kom ik en, zit hij, en dan zie ik, jongen. Heeft hij van alle mooiste producten wel gekocht, maar hij zegt ook... Ik heb niet genoeg pannen, denk ik, of wel? Ik zeg, wacht maar, en dan ga ik hem even helpen en uiteindelijk zijn we samen aan het koken. Ja. Dus dat is eigenlijk wel heel leuk. Gaan we verder met dit zoet-zuur salade. Zoet. Azijn en suiker. Even verwarmen. Dat hoeft helemaal niet door te koken. Het gaat erom dat gewoon die suiker oplost. Radijs. Waarom zeg je niet jeetje? Wat een bijzonder mooie volle bos radijzen. Zeg eens. Ja, wat een bijzonder... mooie volle bos radijzen. Ja, en helemaal rooien. Normaal heb je zo wit rooien. Zelf gekweekt. Ik had dat vermoeden al. Ja. Groeien onder de grond, hè? Groeien onder de grond. Ja, Roberto, je lacht. Ik snap het, maar hij meent het serieus. Dus het is voor mij een soort alsof ik met kinderen werk.
Dat is hetzelfde met Chris, dat is gewoon, dit is het. Nee, die goede volledige wat je nu rood ziet, zit eigenlijk onder de grond. Hier zit een, nou, best toevallig, deze is al klaar. Dit zit boven de grond, deze blaadjes. En je haalt ze eruit. Je hebt een radijsje. Suiker is opgelost. Vuur mag uit. Komt er nog wat rood bij. In de vorm van een ei. Een rode ei. Is niks lekkerder dan zoetzuur van rode ei. Nee. Mijn oude buurman was toch wel een hele, hele zure man. Een hele bekende zure man. Oos. Kersbeker. Van de Amsterdamse agurken. Tafelzuren. De augurken, de Amsterdamse gele uitjes. Ja, dat is mijn buurman. Was mijn buurman. Ik heb daar ooit nog mijn eigen augurken mogen maken. Echt? Ja. Ja, dan mag je het samenstellen. Dus je doet gewoon die augurken in een pot, kruiden erbij. Dan giet je het geheime zuur erop. Deksel erop. Hup. In de vacuümmeermachine. Huppakee. 3 maanden later, 2 maanden later kon je het al eten. Ik heb ze nog steeds staan. Ja? Hugo's of Hugootjes of Hugo's. Hugootjes. Ja. Heel lekker. Eigen recept. Komt ie aan. Het zuur. Bij de gruntjes. Dit scheppen we even om. Dat zet ik even in de koelkast. Je wil namelijk dat het fris is. Hij is nu warm zuur. Dus ik wil gewoon... koud zuur wordt. De oven heb ik aangezet op 230 graden. Ik heb even een pan met een beetje een dikke bodem. Want je wil, ik wil bakken en ik wil stoven en ik wil smoren. Dus pak dan een pan met een dikke bodem. Altijd handig. Het andere uitje. Gewoon even snipperen. Ga ik daar even aanzetten in boter. Dus een beetje aanfruiten. En ook de rendangpasta ga ik aanzetten. Vuur onder de pan. Boter is langzaam aan het smelten. Ik ga er wel vast de uitjes bij doen. Die kunnen vast rustig mee smoren. Dat is helemaal niet erg. Kooltje. En dit is een klein kooltje. Je hebt ze vaak wat groter en dan kun je een halve gebruiken. Maar deze komt uit mijn eigen tuin. Dus ik dacht, ja, ik neem hem toch mee. En dan snij ik hem maar gewoon helemaal op. Gaat ook gewoon mee in de pan. Oké. Kool is aan het gaan. Ui was al aan het gaan. Wat zijn dit? Kanterellen. Dat zijn kanterellen. Oh nee, ben ik de wat zijn het? Oesterzwammen. Take 2, oesterzwammen. Nee, niks take 2. Take 1 houden, dames en heren. Oesterzwammen nooit snijden. Oesterzwammen altijd scheuren. Oesterzwammen hebben namelijk een nerf. Daar scheurt het gewoon vanzelf op. Als je daar tegenin gaat snijden, valt hij juist eigenlijk helemaal uit elkaar. En je wil een beetje structuur houden. Dus oesterzwammen doe ik altijd gewoon heel chill. Scheuren. Hoppakee. Dit is allemaal aan het meebakken, maar ik wil ook wat bloem meebakken. Dat gaat toch een beetje voor de binding uiteindelijk zorgen. Want ik heb niet voor niks boter gebruikt. Ja, ik zeg een goede eetlepel. En dit is echt belangrijk dat je bloem altijd meegaart. 2 redenen. Je wil niet die bloemige smaak hebben. Dat is echt niet lekker in je mond. Maar je moet vooral dat die bloem functioneel is. Dus je wil dat die gaat binden. Nou, dat kan alleen maar als je bloem even gaart. De pasta. De rendang pasta. Want die wil ik ook even mioteren. Rendang hoeft niet per se met rundvlees. Je kan die rendang kruiden, de pasta, ook gewoon mengen met vis. Of met groenten. Of met paddenstoelen. Nee, tuurlijk. Je kan daar een vegetarische rendang van maken. Je ziet, nu gaat die aanbakken. Het komt allemaal los hoor. Maar je moet wel nu gaan afblussen. En dat doen we met bouillon. Vuur meteen lager. Je ziet meteen dat die bloem een binding geeft. Even op lager vuurtje rustig laten pruttelen. Gewoon de deksel ervan. Blijft die een beetje vochtig, blijft hij zichzelf eigenlijk bedruipen met dat stoom. Nu even, ik heb wat bloem nodig. Ik ga namelijk nu het deeg rollen. Mag ik van mijn lieve Lizzie-assistent een roller, alsjeblieft? Thank you, baby. Oh, zo knap ook. Het deeg is gerezen. Er was een heel klein beetje bloem. Nu maken we daar eventjes wat kleinere bolletjes van. Gaan we het verschillende formaatjes maken, zodat we gewoon na kunnen kiezen. Dit ga ik uitrollen. En bloemen. En dan zeg ik, it's time for slow-mo. Bakplaatje. 230 graden. Goed heet die oven.
Moet je wel kunnen mikken. Niks meer aan doen. 7 tot 10 minuten. Ja. Soms kijken hoe het met zuur is. Nom 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 nom. Kijk even hoe dit zuur is. Nou was Chris bang dat ik ze niet kon vullen. Kom eens kijken. Ze zijn aan het opbollen. Nou, naar mijn keuken uit. Weg. Hup. Kom. Als je iets voor je broer zou moeten, één gerecht zou moeten maken. Ja? Waarvan je zeker weet dat hij dat lekker vindt. Wat maak je dan voor hem? Ik weet wel een gerecht waar ik hem echt mee pak. Gewoon als ik iets met garnalen, mosselen, gewoon schalen schellendieren, dat is klaar. Ja? Ja. En volgens mij is hij ook niet echt een orgaaneter. Toch Mars, vind je dat? Het is schalen schellendieren mag ik niet en orgaanvlees, nee. Sniering. Zult. Love it. Ik hou ervan. Ja. Ze zijn wel klaar hoor. Ze moeten namelijk lichtbruin zijn. En kijk de rustieke vormen nou eens. Koek. Koek, koek. Ah. Goed vullen. Hoppakee. Kijk, zo. Een bakje zuur ernaast. Vegetarische rendang. Verse korianderpita's en radijssalade. Gewoon lekker. Mmm. Ja, Marcel, wil je proeven? Nou. Kom. Kom hier. Dames en heren, de broer van Hugo. Oh. Kijk, het is heel heet, hè? Je moet enthousiast zijn, hè? Nee, je mag echt eerlijk zijn, maar okay. Het is wel erg heet. Nice. Ik waarschuw je, hè? Ja. Ga je het ook maken? Nee, ik ga het zeker doen. Waar moet je dan kijken? 24kitchen.nl. Wat eten we vandaag? Tot de volgende.